alsof er echt een zenuw zo bekneld zit. Het is gewoon doof. Ik durf gewoon pas niet te vertellen waarom. Dus dit is ongeveer mijn hoofd. Ik kan net zo goed me even overgeven aan mijn nieuwe craving. Het is helemaal een good life. Voel ik echt elke uur van de nacht. Heb ik wel gezien. Een superstoel. Wee joo! Ik heb het laten personaliseren. Ja, na de hele dag zo door het leven te gaan. Ik kan gewoon niet meer wachten. Ik wil zo graag. Hoor je dit? Hey. Dit plus rijden. Wat denk je te bieden? Ik noem het mijn verlofschoenen. Hier alles op kleur. Het zijn leuke onderzetten. Dit is echt een generatie dingen. En ride. Oké. Okay. Kiss plus ride. Is goed. Kiss plus ride. Wat denk je te bieden? Mwah. Dag schatje. Mis je nu al? Goedemorgen. Het is vrijdagochtend. Ik sta nu bij het Amstel station. En ik heb de drie boys net afgezet. Het hoeft er toch niet mee. Top. Dan neem ik deze Pokémonbal mee. Deze week is de laatste week van de zomervakantie. Daarna is het echt weer back to school. En de laatste anderhalve week. Dit is trouwens nieuw. Zien jullie dit? Dit hebben jullie toch nog nooit gezien bij mij. En I love it, denk ik wel. Ik werd er zo moe van dat ik de hele tijd sowieso alles preggo brain vergeet. Kwijtraak, laat vallen. Maar je telefoon is toch wel chill als je die de hele tijd niet vergeet. Dus ik heb dit besteld met een ander hoesje. Deze had ik altijd al, droeg ik altijd al bij mij in mijn hoesje. Happiness will come your way when you least expect it. Het geluk komt van je kant op. Ja, dus als dat niet door mijn gordel heen zit, is dat echt super handig. Laatste anderhalve week van de zomervakantie zijn de boys bij ons. En ze gaan starten. Dit weekend naar Limburg toe. Naar de fam van Joppie. En ik ga nu... Oh, auto. Ik dacht al, wat komt makkelijk in de auto. De stoel staat op standje op. Naar Almere toe. Hoor je dit? Even een week iets anders draaien. Your Belly 3D. Om zo'n beeldje te laten maken. Dat is geen betaalde samenwerking. Zo'n zwangerschapsbeeldje. Je hebt ongetwijfeld wel eens... voorbij zien komen. Ik dacht eigenlijk niet echt dat het iets voor mij was, maar net als met een zwangerschapsshoot heb ik van mijn vriendinnetjes gehoord dat je achteraf zo blij bent als je het wel hebt gedaan. Dus wij hebben vorige week een zwangerschapsshoot gedaan. Echt zoiets moois. Ik kan niet wachten om jullie te laten zien. Nu ga ik dus naar Almere. Ik heb geen idee hoe dit werkt. Ik wist alleen haren vast. Chill, want ik moest eigenlijk wassen. Sieraden af. Dus dat heb ik hier af. Hier, deze. Ja, dit ging niet, want dit moet een schroevendraaier. Oorbellen kan denk ik wel, want je gaat natuurlijk tot en met hier. Ik heb mijn badjas bij me. Voor tussendoor. Stond bij voor als je even moet wachten en je krijgt koud. Nou, ik krijg nog alles behalve koud tegenwoordig. Heb ik Joppie net afgezet. Is het eerste liedje wat ik hoor op de radio van Fritzelletje. Natuurlijk stellen jullie me niet teleur. 100% NL. Een nummer... waar Joppie en ik toen het Songfestival was een eigen versie op hebben geschreven. En toen hadden we er ook zelfs een videoclip bij gemaakt. Dit is toch het allervrolijkste. Je wordt hier toch zo blij van. Dit zijn trouwens echt mijn allerlievelings. Ik noem het mijn verlofschoenen. Ik denk dat ik hiermee gewoon tot het einde ga uitzingen. Niet meer bukken, geen veters, geen sokken, geen kouvoeten. Helemaal chill. Dit is echt van Nubik. Aanraders, ook van die Prego natuurlijk. Toch even laten zien voor wie het leuk vindt. Oh jongens, hoor je dit muziekje? Het is zo zen. Er zijn gewoon kaarsjes aan. Kaarsjes aan. Dit is zo'n omschakeling na anderhalve week zomervakantie met iedereen thuis. Kijk, Anne is een beautiful. Vrouw is dan klaar. Maar ik denk dat we zo meteen eentje gaan kiezen. 17 en 19. Wat vind je qua grootte mooi? Nou, ik denk dat ik dit wel heel groot vind. Ja? Kijk, dit is ongeveer mijn hoofd.
Een hele grote. Ik neig toch wel een beetje naar dat kleine toe. Misschien net eentje op... Hallo! Hey Joppie! Ja. Ik dacht, jij zit toch in de trein, dus ik kan je wel even storen. Mag ik er eventjes? Ja, er zijn 4 oortjes in. Welke het moet worden. Want dit gaat even om de kleurs. Of wit denk ik aan, of aan deze kleur. Ja, dat is een beetje bronsachtig. Ja. Ja, het glimt zo. Kijk, zij zijn echt heel glimmend. Zij zijn zo. En deze zijn een beetje... Het is wel heel mooi hoor. Ja. Dankjewel. Dit gaat de pose worden. Ik wilde heel graag 1 arm over de borst. En 1 arm gaan we in de zij doen. En dan de benen een beetje over elkaar. Kijk, hier gaat het dus mee gebeuren. En wat een leuke onderzetter. We zijn nu een beetje de draft aan het bekijken. En dat gaat Danielle nog helemaal leuk maken. Maar ik kan wel een klein beetje spieken. Goedemorgen. Gordijntjes open. Het is zaterdag. Het is weekend. En ik ben gewoon helemaal alleen. Thuis. Het is zo stil in huis. Ik ga hem weer even terugleggen. Want ik heb ook best wel even eerst in de spiegel kunnen kijken. Nee, niet gedaan. Ik heb natuurlijk gisteren de jongens op de trein gezet. En ik durf gewoon pas niet te vertellen waarom. Terwijl ik de verrassing toch niet zou verpesten. Vandaag is broertje van Job jarig. En zijn vriendinnetje die organiseert een surprise. Dus daarvoor zijn zij naar Limburg gegaan. Ook natuurlijk omdat de jongens nog vakantie hebben en ze maken er een lang weekendje van. Ze zitten nu stiekem in zuster bij opa en oma. En Job is allemaal stories aan het plaatsen alsof hij nog in Amsterdam is. Ik vind het zo schattig. Zeg maar, wat valt meer op als je een geheimje wil bewaren? Als je dan heel veel bombardie gaat maken met bedachte details of gewoon... Vorige week was trouwens de... baby shower, man shower van Job. Dus ik ben gewoon vooral blij dat alle verrassingen erop zitten. Dat ik me na vandaag niet meer kan verspreken. Ik zou er eigenlijk dan vandaag naartoe gaan. Dat was het idee. Ik dacht voor 1 dagje op en neer. Want ik wil echt nergens anders meer slapen dan in dit fantastische, heerlijke eigen bed. Met gewoon... rust en een plekje om terug te trekken. Ik voelde me deze week niet best. Het was echt geen goede week. De eerste keer ook dat ik de verloskundige praktijk heb gebeld. Zei ik tegen ze... Dit is echt een generatie ding, hè? Ik had ook tegen ze gezegd van... Nou, ik was zo dankbaar dat ik nog geen 1 keer heb hoeven bellen. Maar hier ben ik toch wel, want ik maak me een beetje zorgen over. Nou ja, dus uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om echt niet 2,5 uur heen naar Limburg, 2,5 uur terug te gaan om 2 uur op een verjaardag te zitten. En vooral nu te kiezen voor onszelf. Want nu heb ik gewoon tijd alleen met deze kleine. En dat is zo fijn. Ik ben er zo aan toe. Ik weet van mezelf dat ik echt... heel erg goed ben in alleen zijn. Ook toen ik alleen woonde, konden mensen mij gewoon echt met gemak heel lang niet zien. Want ik vind het heerlijk om alleen te keutelen. Love it. En wanneer heb ik nou zo deze luxe? Ik ben gewoon wakker geworden wanneer ik wil. En ik kan nu doen wat ik wil. Op het tempo dat ik wil. De tijd dat ik wil. Of als ik het toch niet wil. Alles is goed. Alles kan vandaag. En dat ga ik ook doen. Lekker. Maar dit kleintje en ik... zin hebben, even niet op het tempo van 2 vreselijk lieve kids met energie voor 3000 in week 6 van hun zomervakantie, want ik kan het gewoon niet meer bijbenen. Oh, ik heb echt nog nooit zoveel dat elektrische bed gebruikt als de afgelopen 2 weken. Echt een hele slimme investering van mezelf van jaren geleden. Waar ik opeens, zeg maar, verbelde, is dat ik hier rechts... eerst voelde mijn huid gewoon heel erg verdoofd.
alsof er echt een zenuw zo bekneld zit of een aantal dat het is gewoon doof. Hier voel ik dat dus, voelt het anders slash niet. En hier is gewoon alles nog normaal. En hier heb ik dus steeds van die steken, alsof er echt, het is niet bij mijn ribben. Ja, ik weet niet. Volgens mij zit er gewoon zo erg iets knel of zo. Tenminste, dat is ook wat verloskundige zegt. Omdat deze baby heel erg lang is. Heel erg lang. Ver boven de groeicurve. En ja, dat voel ik. Ze zei ook tegen mij van, is het zo dat als je je arm omhoog houdt, dat het dan minder is? En dat is ook zo. Maar ja, ja, nou, de hele dag zo door het leven te gaan, helemaal zit je goede hand in. Ik heb even koffie gedronken met Nientje en ben ik doorgereden naar Zaandam. Job had ik net aan de lijn de auto en zei, ik kan gewoon niet meer wachten. Ik wil zo graag het kamertje afmaken en aan de babyuitzetlijst beginnen. En als ik moet wachten tot een keer de zomervakantie voorbij is of dat we een keer een weekend vrij zijn met z'n tweeën, dan is het laat. We hebben van deze maand, ook van de vier weekenden, drie weekenden de jongens. Nou, we hebben één keer geprobeerd samen met de jongens naar de winkel te gaan. Dat wil niemand meer. En straks begint ook weer voetbal en hockey en weet ik veel wat. Dus ik zei, als je niet erg vindt, ga ik lekker in mijn eentje, rustig op mijn eigen tempo. Dit vind ik dus leuk. Zoek ik eigenlijk nog. Ik weet niet echt wat de maten zijn. Kleedjes zoek ik nog. Gewoon lekker door die winkeltjes waggelen. Dit is allemaal prachtig. Ik wil echt opeens nog veel meer kamers nieuwe kussens geven. Leuk. Leuk voor de herfst. Hier alles op kleur. Dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Mijn moeder zei altijd, ik heb oog in mijn rug. Nou, daar lijkt het ook op. Want ik had de missie voor een inbakerslaapzakje. En kijk eens wat ze bestuurt. Die heeft ze gescoord in Laren. Ik vind dit te leuk. Dit komt echt zo goed uit. Het is buiten opeens super mooi weer geworden. Vet warm. En er is helemaal niemand hier binnen. Nou, precies. Precies how I like it. Dit heb ik al besteld voor aan het bedje. Het lekker is echt dat er ook gewoon dingen zijn die je op een gegeven moment al hebt. Hier sta ik nog een beetje over te twijfelen. Niet een mosquito net, maar een bedhemel. Ik dacht, we doen het niet. Job dacht, laat het wel doen. Voor het bedje en voor de kinderwagen heb ik dekentjes. Die ga ik jullie morgen even laten zien. Want die heb ik besteld bij Teddy en Beer. Ik heb het laten personaliseren. Dus die ga ik morgen met Job uitpakken als we met z'n tweetjes zijn. En meteen goed verstoppen. Zodat niemand de initialen ziet. Oké, ik ga even mijn handen vrijmaken. Focus. Ik doe het ook maar voor het eerst. Kussensloopje. Voor een kussen dat ik al heb, doe ik alleen een nieuw hoesje eroverheen. En ik hoop nog een lamp te vinden. Ik ben echt zo enthousiast door die winkels gegaan vandaag. En toen ik er was, dacht ik al, dit gaat niet zoals ik het vroeger zou bedenken. Even dit. Echt helemaal kapot. Ik kwam thuis, ben op de bank geploft. Wel met mijn laptop, omdat ik nog even wat wilde doen. Beentjes omhoog en ben eigenlijk niet meer vanaf gekomen. Het matrasje van het kinderbedje bezorgd. En ik heb wel de deur open gedaan. De doos staat precies daar in de gang. Ook niet weggesleept. Ik heb een gezond maaltje gemaakt voor mezelf. Met superveel broccoli. Om het vervolgens nu. Ik had mijn moeder net aan de telefoon. Toen zei ik, mam, ik denk dat ik nu naar bed ga. Dan kan ik lekker vanuit bed de Expeditie Robinson kijken. Ja, toen begon het al. Toen dacht ik, ja, ik kan net zo goed me even overgeven aan mijn nieuwe cravings. Nu vind ik opeens roze koeken fantastisch lekker. En dan vooral deze van de Fomar. Dus niet die glacé of zo van vroeger, weet je wel. Die cravingen. Ik vind de Fomar niet eens een gezellige supermarkt. Maar nou wil ik er naartoe om deze heerlijke dingen te halen. En de jongens zijn er niet. Dus er is helemaal niemand die zegt, mag ik ook? Ik zou gewoon dit helemaal op kunnen eten. Maar dat moet ik natuurlijk niet doen. Dus ik ga eerst een stukje kijken. En als het reclame is, ga ik lekker naar boven. Ga ik lekker naar bed. Oh, heerlijk. Saai wordt het niet. Maar ik zeg de hele tijd tegen mezelf, Karin, het kan zomaar eens de laatste keer zo zijn. Zo.
even netjes zo doen voor de krummels. Good life. Voor de Nes komt echt terug. Hang je niet. Ik ben ook heel benieuwd of dit seizoen van Expeditie Robinson me weer een beetje enthousiast maakt. Want de laatste twee seizoenen vond ik er eigenlijk geen zak aan. Maar goed, dit is echt de perfecte avond om het nog een keer te proberen. Ja. Dank u. Goedemiddag. Het is al zondag. Gisteren had ik deze hoes gekocht. En vandaag heb ik weer een beetje de pup om verder te gaan. Vanochtend is niet zo lekker geslapen. Dus vanochtend dacht ik, Carrie, je hoeft nu niks. Dus we gaan even goed voor ons zorgen. Toen heb ik een bad laten vollopen. Een magnesiumbad van gemaakt. Dat had ik laatst gekocht. Magnesiumvlokken erin. En toen ben ik terug naar bed gegaan. Lekker dat bedje in standje chill gezet. En toen heb ik even slapen. Nou, nu is nu. Nu gaat het wel weer. Ik heb dus deze kussenhoesen eraf gehaald. En ik denk dus dat dit heel veel leuker is. Dit is een beetje het kleurpalet. Deze heb ik nog niet laten zien, maar die matcht bij het boxkleed van beneden. Denk ik dus dat dit heel leuk is. Oh, het prijskaartje, dat is niet zo leuk. In. De schommelstoel. Deze bronzen rits vind ik echt heel erg leuk. Super stoer. Nou, dat is één. Dan ga ik deze wassen voor mijn zusje. Die vond het wel een hele leuke set van de H&M Home. Met deze kleurtjes. Gaan we deze uitpakken. Jazeker wel. Dit matrasje is dus ook van Petit Pup. Dat hoort dus bij dat bedje. Dat had ik al laten zien in de vorige video. Mocht je nou denken, oh, dat bedje met die hartjesbodem. Ook vind ik echt zo schattig. Die mooie ronde bedje. Dat vind ik ook leuk om te kijken. Dit is toch zo schattig. Maakt het nog uit waar een bedje zit. Zo. Past die? Gelukkig. Ja. Zo, even het deurtje open. Het wordt echt, het is weer zo mooi weer geworden. Volgende week hoorde ik gisteren op het nieuws, wordt het opeens 28 graden allemaal dagen. Wat heerlijk. Tenminste. Dat zeg ik nou wel. Niet gek opkijken als ik volgende week weer aan het piepen ben. Van, oh, ik heb zo warm. Dit zijn trouwens de pakketjes van Teddy en Bear. Waar ik over vertelde. Oh, ik heb zo'n zin om daarin te spieken. Maar ik haal me nog maar even in. Kan ik wel een kleedje een beetje laten zien? Ja, misschien ook een beetje in het bedje leggen. Die hebben dus... Ja, dit is toch qua kleur helemaal leuk bij elkaar. Oh, wat cute. En dan zo gaan we het langzaam steeds meer aankleden. Ik wil vandaag in ieder geval dit opruimen. Oh echt, ik heb Job al zo vaak gevraagd om karton te lopen. Ik wil heel graag nog van die organizers halen voor in de commode. En ik wil ook nog een fotolijst kopen. Omdat ik het idee had om tussen deze koppen een lijst te doen. En ik heb ook iets heel erg leuks laten maken. Ik ga eerst kijken hoe dat uitpakt. Want ik moet dat nog laten printen. Maar ik heb dus echt ergens in California via dat, hoe heet dat, Etsu of zo, iets laten maken met initialen en met diertjes die je zelf kan uitkiezen en kleurtjes. En als dat heel leuk gaat staan, dan heb ik er echt volgens mij 8 euro aan uitgegeven. Dan heb je helemaal iets customized. Die houden jullie nog te goed. Ik hoop dat jullie deze vlog een beetje gezellig vonden. Heel veel thuis. Heerlijk. Ja, dat gaat natuurlijk ook veel meer gebeuren vanaf hier. En heel veel baby. I hope you like. Bedankt voor het kijken. En ik hoop dat ik je gezellig terugzie bij de volgende.